Als je een pasgeboren moslimkind afstaat aan christelijke ouders, wordt dat kind vrijwel zeker ook christelijk. Dit geldt ook andersom. Wat ik hiermee wil zeggen is dat we allemaal een product zijn van onze omgeving. De mate waarop we beïnvloed worden verschilt per persoon. Maar dat wat wij zien, horen en voelen, de plek waar ons nest stond, de plekken die wij hebben bezocht en de ontmoetingen met anderen laten een footprint achter in ons geheugen, in onze handelingen en in ons werk. Hierdoor bevraag ik ieders objectiviteit en onbeïnvloedbaarheid. Onze uniekheid staat niet los van onze vorming en de tijd waarin we zijn grootgebracht. Dit geldt voor mij, voor jou en ook voor de Duitse expressionistische kunstenaars Emil Norde en Ernst Kirchner. Via hun werk krijgen wij een inkijk in het Duitse kolonialisme en de ongedocumenteerde slachtoffers van dit gewelddadige systeem. In de tijd dat Kirchner en Norde actief waren als kunstenaars, was blackfacing een alledaags fenomeen. Met blackfacing bedoelen wij het uit- en afbeelden van mensen van Afrikaanse afkomst op karikaturale en ridiculiserende wijze. Ook in Duitsland en Nederland kon blackfacing rekenen op een enthousiaste ontvangst. In Nederland werd rond 1850 de blackface-karikatuur Zwarte Piet geïntroduceerd. Het dehumaniserend effect hiervan zou later blijken wanneer bewegingen tegen blackface in Amerika, Engeland, Duitsland en in Nederland, met name tegen Zwarte Piet, voet aan de grond krijgen. In Nederland was in de tijd van de introductie van Zwarte Piet slavernij verboden. Maar dat weerhield degene die het konden veroorloven niet om een tot slaaf gemaakt kind thuis te houden. Zo ook haar koninklijke hoogheid, de prinses Marianne der Nederlanden. De dochter van koning Willem I en de zus van Willem II, die dan koning is. Marianne heeft een slecht huwelijk met Albert van Pruisen. Als ze tijdens haar pelgrimstocht naar het Heilige Land, nu Palestina en Israël, zwanger wordt van haar koetsier. Hun buitenechtelijke kind wordt op 30 oktober 1849 geboren op Sicilië. Ze laat haar zoontje, Johannes Willem, op Sicilië achter en ze vervolgt haar reis. Die reis wordt op de voet gevolgd door de Nederlandse pers. Zo lezen we in de Utrechtse Provinciale en Stadscourant van woensdag 24 juli 1850 dat prinses Marianne aankomt in Antwerpen en even later verder zal trekken met een stoomboot. Zij is met een gevolg van 14 personen en 3 vrije Arabische paarden, onder welke zich een kleurling van 13-jarige ouderdom bevindt, die reeds enigszins de Hollandse taal spreekt. In de Groninger Courant van dinsdag 13 augustus 1850 vernemen we hoe het de 13-jarige jongen vergaat. De kleurling, welke door haar koninklijke hoogheid prinses Marianne op haar reis is medegenomen en door haar te Cairo in Egypte op de slavenmarkt is aangekocht, trekt de algemene aandacht nogal tot zich. Zo wij wel onderricht zijn, dan is hij uit Nubië herkomstig, hetgeen zijn hoog koperbruine kleur, gekroesd haar, enigszins dikke lippen, brede neus ook wel aanduiden. Hij behoort zeker tot die weinige Nubiërs, welke ooit dit land bezochten. Hij spreekt reeds in weinig Hollands en toont nogal enige vatbaarheid en scherpzinnigheid te bezitten. In het dagboek van Marianne's hofmeester Jacobus Hartman staat vermeld dat er 150 gulden is betaald voor de jongen. Dat is op dat moment ongeveer de helft van het jaarinkomen van een boerenknecht. We denken overigens dat de jongen als een soort bliksemafleider fungeerde voor de pers, voor het zoontje dat ze achter heeft gelaten in Sicilië. Gezien de media-aandacht die hij krijgt, is haar plan geslaagd. We vernemen zijn naam in 1 krantenbericht van de Nieuwe Rotterdamse Courant op 3 februari 1851. Amas Isman de Kleurling. Na zijn overlijden verschijnt hij in een bericht in de Graafse Courant op 2 mei 1853. De Nubiër van haar koninklijke hoogheid de prinses Marianne, die te Leiden door haar op ene kostschool was gedaan, is den 27 januari aan een uiterende ziekte overleden.
Hij was circa 18 jaren oud. Uit de overlijdensakte in het archief van Leiden blijkt dat Amos tot christen was gedoopt. Dat hij uit Abyssinie, nu Ethiopië, zou komen. Ongehuwd was en op de oude vest woonde. Jan Schenkman, een Nederlandse schrijver uit diezelfde tijd, schreef in boekjes Sint Nicolaas en zijn knecht. Dit boek is 170 jaar lang in leidraad gebleven voor hoe wij het Sinterklaas en Zwarte Piet verhaal vertellen. Hierin liet hij zich onder andere inspireren door Amos. We weten niet of Amos zich ervan bewust was dat hij zeer mogelijk de inspiratie was voor Jan Schenkman's Zwarte Knecht, die in 1850 naast de stoomboot zijn entree maakt in de Sinterklaas-traditie. Amos was er zeker geen getuige van dat hij werd afgebeeld als raciale, racistische karikatuur. De eerste aanwijzingen dat mensen zich uitdossen als zwarte bedienden stammen uit 1870. Het beeld van Zwarte Piet zoals deze al sinds 1930 wordt bestreden, krijgt in 1920 een uniform karakter. De blackface karikatuur gekleed in de outfit van een kindslaaf, page, bediende, zoals die in Europa sinds de 17e eeuw als exotisch teken van grote welvaart door de rijken in huis worden gehouden. De dikke rode lippen, de krullen pruik en het coderieke gedrag worden onder meer geïnspireerd door de minstrel traditie uit de Verenigde Staten. Dat gebeurt voornamelijk via cartoons en films. Zo is de eerste Mickey Mouse in 1928 een blackface minstrel karikatuur. Op die manier worden bestaande Europese koloniale denkbeelden over niet-witte mensen vermengd met het racisme dat voormalig slaafgemaakten in de VS ten deel valt. Ook in Duitse en Nederlandse theaters is blackface een goed verkopend amusement. In dezelfde tijd wordt de raciale karikatuur Zwarte Piet gemeengoed in Nederland en raakt de figuur onlosmakelijk verbonden aan de Sinterklaas-traditie. Het volgende gedicht verschijnt op woensdag 5 december 1917 in Het Volk, dagblad voor de Arbeiderspartij. Daar was eens een kleine jongen in het warme Negerland. Die was vreselijk ondeugend, maar had een goed verstand. En zijn voornaam was Jodocus. En hij was nu nooit eens zoet. Altijd zag je hem in de hoek staan met zijn stoute, zwarte snoet. En zijn moeder en zijn vader, zelfs de juffrouw van zijn klas, konden niets met hem beginnen. Omdat hij zo in wildzang was. Als hij 's middags school moest blijven, zong hij toch zijn hoogste lied. Maar wel netjes op zijn kleren. Want die draagt zo'n neger niet. Maar toen hij een heuse kikker los liet springen in de klas, zei de vader van Jodocus dat hij zo ondeugend was dat hij niet meer thuis mocht blijven. Hij moest naar een vreemde baas. Vader zou een briefje schrijven naar Madrid, naar Sinterklaas. En op slag kwam toen het antwoord: stuur hem maar naar Spanje toe. Hier is koek voor goede jongens. En voor stoute is de roe. Als hij netjes op wil passen, dan komt alles nog terecht. Ik heb toch een nikker nodig voor het vak van Zwarte Knecht. Dat er op deze manier geschreven wordt over de zwarte medemens in een socialistische krant notabene, is een vrucht van wat er 30 jaar daarvoor in 1885 besloten wordt op de koloniale conferentie van Berlijn. Tijdens deze conferentie wordt Afrika verdeeld onder de Europese mogendheden. Bij de 14 landen die aanschuiven is ook Nederland, in de persoon van de diplomaat Frederik Philip van der Hoeven. Maar deze slaagt er niet in met buit naar Den Haag terug te keren. Tijdens deze koloniale conferentie wordt elke vorm van slavernij, door wie dan ook bedreven, verboden, om plaats te maken voor kolonialisme. Afrika wordt bijna volledig bezet door Spanje, Portugal, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië.
De enige zwart-Afrikaanse gebieden die zelfstandig weten te blijven zijn Liberia, Ethiopië en twee soetanaten in wat nu Somalië is. Dat betekent dat zwarte mensen in de tijd van Noorden en Kirchner in bijna heel Afrika werden geregeerd door witte mensen. En niet alleen in Afrika. Zwarte mensen in het Westen, meestal voormalig slaafgemaakten, gingen ook gebukt onder witte dictatuur en witte superioriteitsdenken. Het witte superioriteitsdenken wordt aan het einde van de 19e eeuw tot in de jaren 30 van de 20e eeuw actief verspreid in Europa. Niet-witte mensen worden in die menselijke dierentuinen tentoongesteld, ook in het Duitsland van Kirchner in Noorden en in Nederland. Op de plek waar het Stedelijk Museum nu staat is in 1883 de internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling. Voor de ingang van het Nederlands koloniale paviljoen staat een standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. Er is een Javaanse kampong nagebouwd waar Sumatranen, Soendanezen en Javanen hun ambachten tonen. Ernaast gelegen is een Surinaams dorp nagebouwd waarin 28 Surinamen zijn tentoongesteld. Het racisme dat voortkomt uit dit witte superioriteitsdenken wordt duidelijk uitgelegd in het volgende interview. Hier spreekt de heer E.J. Uden uit de Moerkerkenstraat in Rotterdam in het Vrije Volk in mei 1974. Hij wordt geïnterviewd in het kader van het 50-jarige jubileum van zijn aankomst in Nederland. Ik heb hier veel ellende meegemaakt. De discriminatie die nu wordt bedreven is kinderspel vergeleken bij wat wij toen te verduren hebben gehad. Als we een dag niet uitgescholden of uitgelachen werden, dan waren we ziek. Wij Surinamers werden geestelijk geleend. Negers noemden ze je toen nog, of blauw, of kolenboot. Als je eens wist hoeveel keer ik op de vuist ben geweest. Ik weet op welke schaal negers hier worden gewogen. En ik zeg u, waarde vriend, wat nu gebeurt in 1974 is discriminatie in zakformaat. Toen ik hier in 1924 kwam, ik slaagde erin op de toenmalige Maasdam aan te monsteren. Kon ik door mijn huiskleur met geen mogelijkheid aan het werk komen. Alleen tegen Sinterklaas. Dan konden wij voor Zwarte Piet spelen. En wee je gebeente als je uit fatsoenoverwegingen weigerde. Dan was je te lui. Nee, mijn exodus was in den beginnen beslist geen succes. Het probleem van racisme zit hem niet alleen in clubjes kaalkoppige mannen met nazi-tatoeages of in politieke partijen die wit superioriteitsdenken prediken. Racisme was en is overal, bewust en onbewust. Het zit als het ware in het DNA van de westerse cultuur. We komen het tegen in onze opvoeding, op de werkvloer, in het onderwijs, in de zorg, op het politieke toneel, in de media, in de sport, bij sollicitatieprocedures enzovoort enzovoort. We moeten erkennen dat kolonialisme en racisme onderdeel uitmaken van bewegingen die worden gezien als de grootste zegeningen van de Europese cultuur, de verlichting en het modernisme. De inspiratie die niet-westerse kunst vormde voor modernisten als Picasso, Kirchner, Noorden en vele anderen, deze niet inzien. Dat de kunstenaars uit Afrika en Oceanië respect verdienen als collega-kunstenaars. De modernisten zagen de niet-westerse beeldtaal als dienstbaar aan hun zoektocht naar wat voor hun vernieuwend was en hen bevrijden uit benauwende academische tradities. Het werk van niet-westerse kunstenaars werd gezien als puur, maar ook als primitief en in de kern minderwaardig. Deze onderwaardering van zwarte mensen en hun bijdragen zien we niet alleen terug in blackfacing, maar ook in de wetenschap en in het werk van NGO's. George Hegel, Immanuel Kant, de abolitionisten en de missionarissen worden geroemd voor hun bijdragen aan de wereld. Maar allen hadden één ding gemeen. Ze wilden de levenskwaliteit van de mens bevorderen, maar geen van hen dacht dat zwarte mensen gelijkwaardig waren aan witte mensen. In de strijd rondom Zwarte Piet, die steeds meer in het voordeel van de voorstanders van verandering wordt beslecht, worden witte mensen geroemd omdat zij eindelijk rekening lijken te houden met alle Nederlandse kinderen. Maar als we inzoomen, zien wij dat de intochtcomité's die humane stap helemaal niet zetten omdat ze zo begaan zijn met het leed van zwarte kinderen.
Zij geven aan tijd nodig te hebben om racisme af te schaffen. Als het om hun eigen kinderen ging die gediscrimineerd werden, zouden ze geen dag langer wachten op een oplossing. Laat staan, 5 tot 10 jaar uitstel. In het Noord-Hollands Dagblad van woensdag 20 oktober 2021 wordt deze ongelijkheid, waaruit blijkt dat zwarte levens er niet altijd evenveel toe doen als witte levens, extra benadrukt. In Alkmaar wordt Zwarte Piet afgeschaft, zodat de Sinterklaasviering een feest wordt voor alle kinderen. De extreemrechtse groep Pegida en andere tegenstanders van een feest voor alle kinderen kondigden hierop een demonstratie aan en kunnen rekenen op sympathie van Mato, de voorzitter van het Sinterklaascomité. In het Noord-Hollands Dagblad bekent ze kleur. Ik begrijp ze wel. Ik was ook liever doorgegaan zoals het was. We hebben de verandering nog 4 jaar weten af te houden. Ooit zou ze geroemd worden dat ze verandering heeft gebracht. Maar dat ze het niet deed voor de zwarte kinderen die gediscrimineerd worden, zullen weinigen teruglezen. Mato is tegen discriminatie, net als velen in de samenleving. Maar als het erop aankomt, is ze niet echt antiracistisch. Amerikaans burgerrechten icoon Angela Davis, die een paar jaar terug in Nederland was, poneerde het volgende. In een institutioneel racistische samenleving is het niet voldoende om niet racistisch te zijn. Je moet antiracistisch zijn. Nu dat blackfacing steeds meer bekritiseerd wordt in de samenlevingen in zowel Nederland als Duitsland, is het belangrijk dat we anti-zwart racisme bij de wortel aanpakken. We moeten decoloniseren als wij onze gezamenlijke toekomst gelijkwaardiger willen invullen. Het Stedelijk Museum heeft met deze tentoonstelling een prachtige stap gezet in het helpen decoloniseren van de Europese geest. Door de kunst van Kirchner en Noorden in de context van de tijd te plaatsen. Logisch, omdat wij allemaal beïnvloedbaar zijn door onze omgeving en de tijd waarin we leven. En laat het nou gaan om een tijd die wij haastig achter ons proberen te laten. Er is in mijn ogen niets mis mee als wij het verleden proberen te begrijpen. De pracht en de kracht van het werk van Kirchner en Noorden blijven overeind. Niemand hoeft bang of beledigd te zijn, omdat de koloniale mechanismen waarmee het werk tot stand kwam na meer dan 100 jaar uit de doeken wordt gedaan. Dit wordt in het Duits heel mooi vergangenheidsbewältigung genoemd. Een volwassen omgang met een slecht verleden.